Maar ja, ik weet niet. Ouderschap is... Ouderschap! Dat is ook... Misschien zitten er mannen in het publiek die twijfelen of ze erin moeten... Gewoon fucking doen. Dat is fantastisch. Oh, ouderschap, dat is... Ouderschap. Het is... Doen, doen. Het is geven en nemen, ouderschap. Dat is eigenlijk wat het is. Dat is... Huh? Je geeft. Je geeft. Je tijd. Je aandacht. Je vrijheid. Je ambities. Je levensvreugde. Maar je krijgt er ook heel veel gevonden takken in je woonkamer voor terug. Dat is het dingetje namelijk, want... Het is leuk hoor, en het stelt je ook in staat om weer allemaal dingen te doen die je heel lang niet hebt gedaan. Ouderschap, als je naar een speeltuin meegaat, kun je eigenlijk weer eens een glijbaan afglijden zonder over te komen als een hele vrolijke pedofiel. En mensen kijken wel, tuurlijk kijken mensen naar mij, maar dat is ook omdat ik altijd de glijbaan afglij met een half liter blik schotenbrouw in mijn klauwen. Nee! Want iedereen zijn eigen stilo op pappendag. Kijk, ouderschap is hartstikke leuk, maar het is ook niet te doen zonder alcohol. Althans... Dat is wat wij hem geven. En ik ben geen alcoholist, want daar heb ik de discipline niet voor. Maar ik heb wel heel veel geleerd van alcoholisten. Bijvoorbeeld hoe je alcohol moet verstoppen door het hele huis. Tussen de kleren, in de ladekast en zo. In de kast, gewoon een beetje zo. Dat doe ik nou ook. Ik heb overal door het hele huis blikjes bier verstopt. Tussen de kleren in de kast en zo, overal. Ik ben een soort eekhoorn met alcohol. Ik stop overal blikjes bier, dan vergeet ik waar ze liggen. Dan ben ik weer oprecht verrast als ik er eentje vind. Ook tussen de voorleesboekjes van mijn zoon, bij het voorlezen. Zo zal mijn zoon mij ook altijd herinneren tijdens het voorlezen. Dat ik in één keer tussen de boekjes... Hey, blikje Warsteiner. Oké, dan gaan we. Hosje geen. Flirt van een flatterpad.